Ah, jullie weten het wel. Ik heb het wel eens vaker verteld aan jullie. Ja, ik was vroeger ook niet de allergezelligste als baas. Nee, ging ik ontzettend keer. Ja, nou ja. En dat kon in die tijd, kon het zeker. Ja. En wat zien we nu? We hebben nu te maken dan met die minister van Onderwijs. Met die Dennis Wiersma. Ja, de Dennis die blijkt ook een beetje kort lontje te hebben. En die gaat ook tekeer. Dat heeft hij gedaan tegen beginnende ambtenaren. Ja, dat ging hij, wow, die schold hij enorm uit. En boem, boem, boem met deuren gooien en doen we het allemaal maar op. Nou ja, goed. En ja, daar werd hij op aangesproken. En toen moest hij, ik moet toch wat minder fel doen en noem maar op. En nu blijkt ook dat hij dat ook gedaan heeft bij de VVD. En de oud-medewerkers, die klagen ook over de Dennis. Nou, goed. Maar, vrienden, wat blijkt nou? En dat is mijn punt. En ja, onder druk van het woke-gebeuren kan het tekeer gaan, kan niet meer. Nee, je mag niet meer mensen op hun plaats zetten. Je mag niet meer boos worden als dingen fout gaan. Wij hebben nu met elkaar, dan kennelijk is er nu afgesproken. Dat mag niet meer. Fijn, goed. Alleen, er wordt nu met twee maten gemeten, vrienden. Er zijn nu twee maten in Nederland. Ja, want de Matthijs. Weten we het nog? De Matthijs ging ontzettend tekeer bij De Wereld Draait Door. En daar viel iedereen woep overheen. Ja, nou niet bij de Dennis, want de Dennis die is nog steeds in functie. Niks aan de hand bij de Dennis. We horen niks uit het kabinet van, oh, de Dennis moet weg. Nee, Dennis mag keurig blijven zitten. Maar de Matthijs, daar viel zelfs de politiek overheen. En de politiek liet ook weten dat dat absoluut niet kon van de Matthijs. Maar bij de Dennis, daar kan het allemaal wel. Maar ik denk nu alleen maar van, als de Dennis mag blijven zitten, dan mag de Matthijs weer terug. Ja, ja, want die zit nog al een jaar lang zich te verbijten thuis. Ja, die werd gewoon gedwongen weg te gaan. Ja, dus haal die Matthijs weer terug, want die Matthijs is gewoon precies hetzelfde geval. En dan kunnen al die mensen, al die huichelaars daar bij de tv, die allemaal als hazenwindhonden op de plek renden gewoon in om de programmaatjes van de Matthijs over te nemen, die kunnen allemaal weer hup terug hun hol in en dan komt de Matthijs gewoon weer terug. Ja, dat is mijn idee, vrienden.